Dit is de carpool karaoke met Tozani. Jij kan goed zingen hoor. Ja, heel slecht. Tozani. Take my advice. You better get the hell out of here. Better get the hell out of here. Wat kon jij nou eerder? Voetballen of papa mama zeggen? Ik denk bijna voetbal eerder. Want jij bent op je tweede. Ja, net voordat ik 3 was, ben ik begonnen, ja, klopt. Dus dan was je officieel nog 2? Ja, ik was officieel nog 2, ja. Dat is klopt. Best gek, toch? Ja, was heel veel. Ik heb nog een foto van de eerste officieel wedstrijd toen ik... Maar toen was ik 3. We hebben heel veel in de tuin gespeeld. Met mijn zusje eigenlijk en mijn vader heel veel. We hebben gewoon een beetje 1 of 2 keer raken meestal eigenlijk. En die skills is gewoon gekomen met de bal in huis, denk ik. Altijd een bal in huis hebben. Overal, zelfs nu ook. I'm playing, you know. Here when you get ready to play, I'm playing well. Koppen is vangen, vangen is koppen. Vangen. Ah. Juist hem, koppen. Oh, scherp. Mag je ook? Mag je ook bij jou? Scherp, ja. Jij mag zo meteen rechts bij mij doen. Ja. Oké, koppen. Hey, vangen. Vangen. Koppen. Sterk, koppen. Hey. Slecht. -1. Maar wel heel dichtbij. Yes. Koppen. Oh. Ah, je spaart me. Je geeft mij een boogje. Zeg. Vangen. Oké. Koppen. Koppen. Hey. Hey. Fuck, man. Hoe is dat met mij? Dat was een mooi einde. Hoe bereid je je eigenlijk voor op een wedstrijd? Heb je een soort van vaste ritueel? Eerst je linkervoet in een schoen of rechts? Of... Ik heb verschillende rituelen gehad eigenlijk. En ooit was het, wat je nu zegt, was links eerst en dan rechts. Ik heb alleen 1, dus ik moet pasta kip hebben de avond daarvoor. That's it. Wat moet je hebben? Pasta en kip. Pasta en kip? Altijd. De dag voor wedstrijd, altijd. Hoe zit het dan? Ben je in de kleedkamer voor een, laten we zeggen, grote wedstrijd? Hoe voel je dan in de kleedkamer? Op het moment dat je echt gaat focussen van, oké, zo meteen gaat die wedstrijd komen? Ja, je hangt vanaf of soms is natuurlijk is altijd muziek. Soms hangt vanaf wanneer je speelt, dan is ook die andere wedstrijd op tv. Dan denk je een beetje aan hun, dan kijk je een beetje naar hun. Maar als je geen andere wedstrijd hebt, dan ben je gewoon, ja, dan haal je misschien de bal van... bal in de Kidman's room. En dan ga je een beetje spelen, hoog houden in de kleedkamer, een beetje ontspannen. Dan ga je weer zitten, ga je behandelen, een beetje oefeningen doen. Maar hoe je mentaal voor zorgt voor die wedstrijd natuurlijk. Ik denk dat moet al eerder beginnen dan in de warming-up te beginnen. Al eerder op die dag van straks gaat het beginnen. En echt vol focus. Maar, ja, dat heb je. Ja, daar beginnen we best voor. En dan vlammen. Een fenomenale trap. Allereerst, daar wil ik ook weten waar je die gekocht hebt. Maar dat is echt niet normaal. 20 pond. Dus sta je 20 pond. Waar? Hier op de hoek. Maar dan sta je achter zo'n bal. Denk je dan na? Of schiet je gewoon op gevoel van ja, dit die gaat gewoon daar zitten klaar? Nee, ik denk dat het wel een mix is. Je hebt natuurlijk wel meestal voor vrije trap veel meer tijd. Maar ik heb wel vertrouwen als ik achter de bal sta. Dat wel, ja. Je moet toch wel denken van deze ga ik scoren. Playing, you know, here when you get ready to play, I'm word. Play well. Word. Play well. Word. Hey, jij deed een paar trucs. Dat doet me denken aan één speler.
Ik hoop dat hij denkt Ronaldinho. Hoop ik. Ja. Leuk. Heb je het van hem gekeken? Ik heb wel gezien, ja. Ja, klopt. Maar je ziet toch een paar ook Instagram en veel van die clips komen terug. Toen hij naar Barca ging, was ik natuurlijk jong. Maar toen die tijd begon ik net voetbal te kijken. En toen was echt gewoon, je kijkt daarna met, ja, met plezier. En om gewoon zin om te kijken van, ja, het is echt een man die je gewoon kan omlachen, maar ook gewoon van kan genieten. Hoe dwing je eigenlijk zo'n respect af dat eigenlijk alles via jou loopt? Goeie vraag. Ik weet niet hoe dat komt. Is er een bepaald moment geweest of zo? Nee, ik denk gewoon... Training, je komt aangelopen zo met zo'n stoer loopje. Leg die bal neer en huppakee, in de kruising daar. Ik denk, ja, als je, zo is het natuurlijk in elke sport, denk ik. Of waar dan ook, als iemand komt binnen. Ik kom natuurlijk niet gek binnen. Zo ben ik niet. Maar op het voetbalveld, dan weet ik wel wat ik kan. Ja. En ja, mensen kunnen me ook wel vertrouwen van, ik doe wel mijn werk. En ook iets meer. Maar ik kan wel goed voetbal en als je wil voetbal, ja, dan ben ik ook de beste met de bal. Ik ben niet de beste zonder bal. En ik vind, ja, als je een beter team hebt, dan weet mensen ook wat je kan en wat je niet kan. Toch een beetje bescheidenheid in. Vind ik mooi. Bescheidenheid siert de vos. Toe. Nee. Dood. Hij neemt het gewoon aan alsof het niks is. Doe normaal, hè. Doe kalm aan eens. Wacht even, hoor. Ik wil nog een aanname zien. Op de camera. Oh! Hij is dood. Het is beter als hij dicht bij de camera is. Yo. Deze man spelen op hooit niveau. Was het spelen op hooit niveau? Ja, is goed. Eigenlijk als je deze op had, is het zelf goed. Was die goed? Ja, was goed. Oh, we krijgen hooit niveau. We krijgen bezoek. Oh ja? Ja, we worden uitgedaagd door al deze jonge talenten. Dat is wel leuk. 2-2. Lekkere pannetjes uitdelen. Whatever, man. Hey. Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Het is tijd voor FC Gun. Hoe kan je deze winnen? Heel simpel. Je moet sowieso geabonneerd zijn. Like deze video. Maar nog belangrijker, stuur een originele aanzichtkaart naar dit adres. Playing, you know, here when you get ready to play, I'm play well.